daar zit ik dan, 31 december 2016, bijna 2017. En ik wou gewoon even met jullie het jaar doornemen. Hoe ik gegroeid ben, hoe ik aan het editen ben geweest, waarom ik nog steeds YouTube maak. Het is allemaal heel raar gelopen. Ik ben ook nog van naam veranderd. Nou, kijk. Battlefield 1, Wind Troll Compilation, daar begon het allemaal mee. Ik en Jesse zagen veel Battlefield video's op YouTube. Vooral compilaties van Battlefield 4. Ik dacht, dat kunnen wij ook doen. Met deze video's zijn wij YouTube gestart. Uiteindelijk hebben wij 3 Battlefield video's gemaakt. Onze video's werden misschien 13 weergaven bekeken. Maar ik vond het wel nog steeds leuk om te editen en video's te maken. Dus ik dacht van, we moeten wel doorgaan. Dus uiteindelijk hadden wij een YouTuber gezien, Jaraski. En die uploadde heel veel Call of Duty. Jaraski uploadde heel veel Black Ops 3 video's. Gelukkig was Jesse heel goed in het spel en gingen wij dit opnemen. Vanaf dit punt waren we echt begonnen met YouTube. Onze eerste facecam werd gebruikt bij de 200 crypto key supply drop opening. Ik wou steeds betere kwaliteit video's maken. De volgende stap vond ik ook daarom de facecam. Hierdoor werden mijn video's een stuk leuker omdat je de reactie ziet van de personen die het spel spelen. Facecammetje werkte goed. Ik merkte dat andere YouTubers ook facecam hadden. Dus ik dacht van, ik wil ook een facecam. Ik wil ook goede kwaliteit maken. En na heel veel FIFA en heel veel Call of Duty verder, hebben we uiteindelijk de 100 abonnees gehaald. En dat hebben wij gevierd met de 100 abonnees paper challenge. Yo mensen van JP Gaming. Vandaag hebben wij gewoon de 100 abonnees aangepakt. En daarvoor hebben we natuurlijk de 100 abonnees. Fuck, drinken maakt het alleen maar erger, je moet niet beginnen aan drinken, ouwe. Ik wil ook melk. Deze challenge was super leuk om naar te kijken, hier heb ik echt geprobeerd om er iets leuks van te maken. Ook vond ik het idee wel leuk om als je een goal tegenkrijgt een straf te krijgen. Het geluid was prima, ik had toen een Blue Snowball. Staat op mijn bureau? Ja hoor. Alles staat op mijn bureau vandaag. Ik begon met een Blue Snowball. Uiteindelijk heb ik dus nu een Rode NT USB. Hele goede microfoon. En ik wou gewoon een facecam. Ik wou gewoon kwaliteit maken. Toen miste ik ook een trailer. Uiteindelijk heb ik ook een super gave trailer gemaakt. Thumbnail voor abonnees, het is echt abonnees speed art. Ik was echt ook bezig met mijn abonnees. Ik wou mijn abonnees altijd wel echt steunen. Maar na een tijdje wouden gewoon te veel mensen een banner en kon ik dat allemaal gewoon niet meer aan. Na eindelijk 250 subs te halen, dacht ik van, oké, 250 subs, dat is best wel veel. Er zijn best wel veel mensen die je willen abonneren, die je video's willen zien. Daar moet ik ook gewoon moeite en tijd in gaan stoppen. Dus we zijn met de auto zijn we gereden naar een voetbalveld. En daar zijn we over het hekje heen geklommen, omdat het klote hekje dicht was. En gingen we de Crossbar Challenge opnemen. Nou, we staan nu op het veld na heel veel klimmen daar. Het is eindelijk gelukt. Er is helemaal niemand. Dit is ook wel het leukste moment van mijn YouTube-kanaal. Met 250 subs wou ik gewoon de lat weer wat hoger leggen. Dus mijn kwaliteit ging weer omhoog. Ik gebruikte een greenscreen. Maar omdat ik geen banners meer kon maken voor andere kanalen, begon ik met kanalen beoordelen. Ik wou nog steeds andere kanalen helpen om hun kanaal te verbeteren. Ook al was ik een klein kanaal met misschien 280 subs toen de tijd. Yo mensen, en leuk dat jullie kijken naar de eerste aflevering van kanalen beoordelen op zondag. Wil jij nou ook dat jouw kanaal wordt beoordeeld door ons kanaal?
Vergeet niet even een reactie te plaatsen en op de like-button te drukken. Pelle, die is al klaar om jullie te beoordelen. We schakelen over naar Pelle. In ieder geval, probeer dus je video op ooghoogte of je lens op ooghoogte te krijgen. Het ziet er wat professioneler uit. Dat bleek een compleet succes te zijn en na heel veel random clashes, Q&A aankondigingen, zoals de Q&A video, die veel bekeken is, had ik weer een kanalenbeoordelingsvideo en dat is ook een compleet succes geworden. Uiteindelijk is dit ook mijn succesvolste serie geworden op mijn kanaal. Dus ik begon weer gewoon goede kwaliteit video's te maken. Volgens mij heb ik hier zelfs een hele gekke animatie in zitten. Ja. Deze animatie heeft bijna niemand gezien. Ik heb zelfs 3 dislikes gegeven en 19 likes. Facecammetje ziet er ook gewoon goed uit, goede kwaliteit. Die had ik volgens mij al in kennen. Dit was wel het punt dat ik dacht van, yo jongens, ik ga gewoon de 500 subs halen. Ik ga dit gewoon doen. En na de game setup video van mij die 2000, meer dan 2000 keer bekeken, dacht ik van, wow, mensen gaan mijn video's echt leuk vinden. Yo mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering. Ik ben Pelle van JP Gaming en vandaag de setup video. Om goed te kunnen gamen heb ik een AOC beeldscherm met natuurlijk mijn PlayStation 4. Voor het opnemen gebruik ik een Elgato HD60. En dit is dus mijn setup. Laten we het van dichterbij bekijken. En zo kijk ik elke dag naar mijn setup. Het ziet er nu heel erg opgeruimd uit. Natuurlijk is dat nooit zo. Er liggen altijd wel 3 zakken chips of zo. En uiteindelijk, na zoveel maanden, is het me uiteindelijk gelukt om 500 subs te halen. 3 maanden geleden heb ik de 500 subs gehaald. Yo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering. En wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan wij de 500 subs special opnemen. En dat is de pizza challenge. Wat is het? Deze wil je hebben. Dit is de pizza kaas. Dus we zeggen, zo wordt je pizza compleet. Ja. Nou, ananas. Pesto. Ham. Appeltje. Voor, ja, het moet wel gezond blijven. De foodporn. Oh, die salami stinkt! En sindsdien ging het hard. Sindsdien zijn mijn thumbnails ook ontzettend verbeterd. Sindsdien is alles verbeterd. Maar dat komt ook door jullie. Jullie hebben me veel tips gegeven. Pellen, maak je facecam kleiner. Pellen, verander je thumbnails. Pellen, je moet je banner mooi maken. Pellen, verander je banner in een kerstsfeertje. Uiteindelijk maak ik samen met jullie mijn kanaal. En het ziet er echt super goed uit. Ik ben blij hoe ik nu mijn video's maak. Het wordt steeds beter. Thumbnails worden steeds beter. Bewerkingen worden steeds beter. Ik leer steeds meer bewerken. Ik hoop gewoon dat jullie ook gewoon doorgaan met YouTube. Want het is echt leuk. Stop er niet mee. Dus ik wens jullie allemaal een fijn 2017. En er komt nog een special online. Van de drone natuurlijk. Ik ga vliegen met de drone op nieuwjaarsdag. En dan ga ik het vuurwerk filmen. Het wordt denk ik wel een korte video. Dus vergeet niet te liken en subscriben. En dan zie ik jullie terug in een nieuwe video van Pelle Gaming.